Goedemorgen, een nieuwe appartement Niels. Met Jan Stevens. Jan, mooi. Je hebt een aantal maanden geleden een keer gebeld. Om eens te kijken van misschien dat we elkaar kunnen versterken door middel van wat je allemaal doet. Met name ook iets heel moois wat je voor VV Beiden gaat doen. Maar kun je jezelf even voorstellen, diegene die je niet kent? Want je bent natuurlijk voor mij een bijnaar. En hart en hier. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Gezin, alles? Ik ben Jan Stevens, 48 jaar, twee dochters, getrouwd. Ja, en heel mijn leven al woonachtig in Beiden. Wat maakt Beiden zo bijzonder? Nou, vooral de VV Beiden. VV Beiden, hè? Ja. Nee, en ik ben hier geboren en getogen. Mijn vader heeft hier een groentewinkel gehad. Ja. En ja, voor mij is het niet een ander plekje om te wonen. Nee, hè? Nee. Oké, mooi. Mooi om te horen. En je zit natuurlijk heel veel in het vrijwilligerswerk, hè? Afgelopen bij jaren. Bij de voetbal, ja. Ja, bij de voetbal. Ja. Samen met Ferry, neef. Kun je daar iets over vertellen? Wat doe je eigenlijk bij VV Beiden? Nou, eigenlijk soms te veel. Maar ik doe samen met Ferry doen wij alle materialen al een jaar of 8. Ferry is meer fysiek aanwezig en ik doe meer de dingen eromheen, maar wel de grote dingen doen we samen. Ik doe er sinds 1,5 jaar de intree ook bij het eerste helftal. Dan eigenlijk kunnen ze mij overal wel verwarmen, maar dan moet me een beetje de rem op. Ja, we zeggen dat vaak ook in onze uitzending van vrijwilligers. Ja, dat zijn echt kostbare mensen voor de vereniging. Ik weet hoe je in elkaar zit, maar je echt pro Beiden. Ja. Daar spreek je ook wel eens uit. Ja. He, dat zie je ook wel op de media. En wat dat betreft zijn we daar een beetje hetzelfde in. Ook wel eens met betrekking tot van huppakee, de bovenop als wat is. Maar dat maakt het wel bijzonder, want een materiaalmand, hoe zit dat? Heel veel zeggen van nou, je bestelt ballen bij de combisport, dat is het, maar er is natuurlijk heel verhaal aan. Ja, we hebben het eigenlijk nog nooit zo druk gehad als nu. En er komt natuurlijk ook dat je nou voor het eerst eigenlijk de hele vereniging komt in nieuw. Ja, ja. Maar hoe moet je dat zien? Ik heb eerst jaren natuurlijk zelf gevoetbald, toen ben ik een paar jaar leider geweest van tweede. En toen is Egbert Oosting, die het overigens heel goed gedaan heeft ook, ja, die is gestapt. Toen heb ik dat samen met Alida gedaan. Alida, ja. Klopt. En toen is Alida op een gegeven moment gestapt, wou ik ook stappen trouwens, maar toen zei Ferry van het lijkt me heel leuk. Nou ja, dat kabbelt, je hebt een soort budget en dan moet je proberen na te houden. Ja, ja. Dat is links de ene jaar gaat het heel goed, andere jaren is het wat moeilijker. Maar ja, je moet, het is wel heel makkelijk om geld van een ander uit te geven, mm-hmm, maar je moet wel opletten wat je doet. Ja, alleen dit jaar, we hadden natuurlijk Masita en die ging failliet. Ja. Nou wilden wij daar al vanaf, alleen als je een contract wel een langdurig contract. En dan lijkt het heel mooi van dat je naar failliet gaat, dat je naar een ander merk gaat. Maar dan kom je, als je helemaal bezig gaat, kom je erachter dat toch wel heel veel werk is. Ja, ja, want inderdaad, hè, wij, toevallig ook dit jaar weer voor het eerst begonnen bij Beiden als trainer op één avond, op donderdag. En dan zijn wij ook natuurlijk als trainer altijd heel kritisch. Wat is er voor elkaar? Zijn de materialen goed? Zijn de ballen goed? Ja. En meestal wordt er natuurlijk gekeken van een eerste elftal van waar dan ook heeft altijd het meeste. Maar goed, dat is voor jullie natuurlijk ook moeilijk om dat natuurlijk voor iedereen gelijkwaardig te maken. Nou, daar ben jij dus ook heel druk mee bezig om dat wel te krijgen. Dat proberen we wel. Ja, en je hebt vooral ook wel externe sponsors die je daarin mee willen denken. Ja. Maar dat is een heel mooi voorbeeld van de mooiere samenwerking met Roba. Dus dat Michiel Hemmen, dat is de vertegenwoordiger. Mm-hmm. En wat heel veel mensen willen zeggen, het eerste gaat altijd voor. Linksom, rechtsom is dat natuurlijk ook zo. Ja. Of het nou korfbal is of biljarten. Nee, maar dat ben je wel eerlijk in, dat vind ik mooi. Het eerste is ook voor een sportmerk het visitekaartje. Maar dat was een mooi voorbeeld. Zaterdag 1, die jongens die wilden ook graag inloopshirts, een trainingspak, een presentatiepak. Maar het is een heel ander sponsorcontract wat die mensen hebben. Dan hebben wij ouders van jongens die in het team zaten met een bedrijf, hebben we bereid gevonden om met 4 man. We hebben die geld bij elkaar gelegd zodat die jongens ook dat hadden. Ja, ja. Kijk, en dat kan natuurlijk ook in samenspraak met vooral de sponsorcommissie en ons. Ja. Zou dat voor elk team wel te regelen zijn. Dus eigenlijk zeg je van zoek die verbinding op ook bij je eigen team om eens te kijken van zijn er mensen die een bedrijf hebben of andere dingen kunnen doen voor elkaar. Zodat je daar ook wat meer kunt faciliteren op die kant. Ja. Okay. En maar, weet je, het is voor mensen ook wel eens best wel moeilijk. Ze zijn nou ook nieuwe jassen voor alle leiders en trainers. Ja. Die worden voorzien door wat een heel goed ding is bij onze vrienden van VV Beiden. Een beetje Bert Lammers als
hoofdpersoon, zeg maar. Ja. Ja, vrienden van VV Bijlen, dat is een, ook een stukje wat faciliteert voor... Nou, voor heel de vereniging. Ja, oké, oké. Okay. Ze hebben nou met oliebollen toernooi hebben ze ook gesponsord met... Mooi. Dat zijn allemaal leden van de voetbalvereniging, die betalen jaarlijks een bijdrage. Ja. En daar worden extra dingen voor gedaan voor de vereniging. Voor zowel de jeugd als de senioren. Mooi, mooi. Dus voor iedereen, dames en heren. Dus niet voor één tak, voor iedereen zitten. Ja. Dat is mooi. Oké, vrienden van Bijlen, die doen daar mee. Ja, en we hebben nou dit jaar dan, nou die hebben dus alle jassen voor de, zowel de leiders als de trainers betaald. Mooi. Dan hebben wij de Friestuinenpark. Ja. Die heeft polo shirts voor alle leiders, zodat ze in de zomer ook herkenbaar zijn langs het veld. Oké. Okay. En Marcel van de MAB Hypotheken, die heeft alle trainersjassen voor de trainers gesponsord. Voor jeugd en senioren? Ja. Zo. Dus alle trainers hebben ook een jas aan met de namen van Marcel erachterop. Oké. Okay. En hoe gaat het dan? Want Masita is weg, je hebt een rood bij. Dan ga je dus van die inloopavonden organiseren. Voor mij zijn we van de week, ik was er zelf ook niet gisteren, maar van de week hebben wij als trainers kun je dan iets ophalen. We hebben allemaal 2 weken geleden hebben wij alles klaargelegd. En op naam. En dan konden de trainers langs om het op te halen. Want de nieuwe kleding komt binnenkort. Volgende week, eind volgende week misschien. Ja, dus we zijn onze ruimte ook nodig. Gisteravond is ongeveer de helft geweest en we hopen dat donderdag de rest komt. Dan zijn we dat in ieder geval kwijt. Dan hebben we weer ruimte om straks de boel klaar te zetten. Mooi. En dat de teams na de winterstop starten in de nieuwe kleding. Dat is de bedoeling. Ja, dus eigenlijk alle jeugd elftallen komen straks met Robij te voetballen. Wat zeg maar vanuit Masita naar Robij is gegaan. En alles. Alles heb jij logistiek allemaal... Ja, we hebben hulp, we krijgen hulp van er zijn allemaal ook vrijwilligers die al aangeboden hebben om te helpen. Mooi, mooi. Dus dat is wel mooi. Dan merk je wel dat de vereniging dat er echt wel mensen zijn die willen helpen. Ja, ja. Ferry natuurlijk, Adi die helpt Ferry veel. Die ook bij hem heel veel steun van Johan, ja. Van de Combisport. Ja, Sport 2000 boek nog altijd al even benoemen, Jan, dat weet je. Ja, ja maar dat, dus, dat is terecht. Ja, we liggen wel eens niet op één lijn. Maar dat is maar heel sporadisch. Ja, ja, dat is mooi dat je ook in de lokale partijen, want je benoemt ook allemaal lokale sponsoren. Hè, de Vries, Marcel Bruijs, Hypotheek, maar ook Johan. Nou ja, dan heb je een merk en dan ga je dus in de lucht gooien bij VV Bijlen. En daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. Dat leg je heel mooi uit. Heb je misschien ook een voorbeeld? Heb je ook iets bij of zo? Nou, we hebben nieuwe keeper tenues. Hebben we. Nou, ik ben benieuwd, jongens. Keepers, kijk eens, jongen. Het is jeugd en senior of een jeugd? Ja, dit is jeugd. Dit is toevallig van JO12. Ja, kun je zien. Tot de JO12 gaat Jumbo doen, samen met Pearl. Staat achterop. Jumbo en Pearl, ook twee lokale ondernemers die alles heel veel doen bij ons. Ja, die gaan de complete jeugd doen tot de JO12. Zo. Dat had eigenlijk een reden, was ook meer Ferry's een idee. Ja. Die is daar dan ook wat handiger in. Ja. Het verschilt nog wel eens qua maten natuurlijk van de jeugd. Ja. De een is wat groter dan de ander. En als je één sponsor hebt, kun je onderling ook wisselen van shirts. En daarom is het makkelijk dat je één sponsor hebt, in dit geval een 2. Nou, dan heeft de sponsorcommissie goed zijn best gedaan om daar iemand voor te vinden. Dus dan gaat zeg maar een Mario Wiesma van de sponsorcommissie, die gaat naar Matthijs Mulder en Gerard Wups toe. Vinden jullie het goed om bij elkaar op de shirt te komen staan? Of? Ja, zij deden allebei al heel veel. Ja, dat wil ik zeggen. Vooral Matthijs natuurlijk. Ja, Gerard ook. Ja. En dan is dit een mooie combinatie om die hele jeugd. Want het zijn natuurlijk nogal wat elftallen zo bij elkaar. Ja. Oké, dus dit komt ook dus zeg maar, de competitie begint, is heeft elke keeper zo'n shirt? Ja, elke keeper komt in blauw. Ja, ja mooi. Mooie kleur voor de was. Ja, dat is wel heel goed gekozen, Jan. En ik heb nog een voorbeeld van onze nieuwe hoofdsponsor van het eerste. Dat is Mario geregeld. Hunebouw. Hunebouw, mooi. Dit is toevallig het reserve shirt van Remco. Remco is onze keeper, ja. Hunebouw is onze hoofdsponsor, bouwbedrijf in Hogeveen. Ja. Dacht ik zo uit mijn hoofd. Dat is ook mooi. Ja, heel mooi. Ook mooi, ook, mooi om te zien zo. Op de mouwen komen ook gewoon elke mouw komt Combisport, want dat was natuurlijk eerst onze hoofdsponsor. Mooi. En dat allemaal in Robij? Ja, alles. Oké. Okay. Hey, en zo'n traject, dat is dus zeg maar, daar ben je wel een jaar mee bezig, denk ik, of niet? We zijn eigenlijk april vorig jaar begonnen. Ja. Toen was bekend, of we hebben eigenlijk iets eerder. Het werd bekend dat Masita failliet ging. Ja. Ja, Ferry en ik die hadden al een keer een gesprek gehad met die man van Robij. Die had ons gebeld omdat we een keer bij SC Groningen niet waren geweest. Ja. En toen,
er zijn wel meer merken. Je kunt overal. Ja, iedereen heeft zijn eigen. Jullie hebben hier het beste gevoel bij. Ook vanwege de uitstraling en ook. Nou, waar het ons vooral om ging, bij Masita was het vaak zo dat dingen niet leverbaar waren. En dan kreeg je cadeautjes, de vereniging kreeg cadeautjes waar je niks aan had. Nee. En ik wil eigenlijk maar één ding, en dat is als we wat bestellen, dat het op tijd daar is. Ja, dat is voor iedereen. Kijk, en dan heb je een cadeautje waar je niks aan hebt, schiet je niks meer op. Nee, eens hoor. Na de gesprekken met Robbie de eerste keer, toen hebben we met Mario en Stefan natuurlijk later. Ja. En wij wilden dus graag hierheen. Ja. En dat is dan ook goed gekomen. Gevoel bij ons goed. Voorraden in Nederland zijn sowieso goed. De shirts worden elders gemaakt. Wordt gesublimeerd, zodat het zo mooi blijven. Ja. En dan, die weg waren we sowieso al ingeslagen. Mooi. Ja, dan moet er een tekening gemaakt worden. Die wordt, dat kan zo bekijken. Ja, dan worden twee tekeningen en dan kun je alles wat mixen. Toen werd de eerste een keer afgekeurd. Toen moest van de ene wat aan de andere. En dan gaat er weer 3 dagen overheen, krijg je de tweede tekening. Mooi. Iedereen weer een ei opleggen, dan komt er nog een tekening. Ja, dan duurt het allemaal wat langer. Ja, en dan wordt het natuurlijk mensen die gaan dan zeggen van waar blijft het spul? Trainers klagen, iedereen klaagt. Ja, ik ook, hè, want ik weet hoe ik ben. Dus dan iedereen heeft daar aan zijn verhaal. Dan is het goed dat je het nu uitlegt, hoe het allemaal in elkaar zit. Dat een traject is van zoveel, dat je ruim een jaar mee bezig bent voordat je iets op de mat kan neerleggen. Het was bijna klaar, maar toen hebben we ook in samenspraak, Robert belde, dat zei, het logo was niet goed, maar we hebben Bas gekregen, een luxe logo op de borst. Die was afgekeurd samen met nog 2 verenigingen die in hetzelfde pakket zitten. Eén in Groningen en eentje, die andere weet ik zo niet. Nou ja, toen waren, die wou ons dat eigenlijk niet verkopen. Nee, dus dat is afgekeurd, maar daardoor is het niet later geworden. Maar de winterstap viel er sowieso in. Ja, dat kun je ook gewoon beter. Dan moet je het goed communiceren dat het met de sponsoren ook vooral. Ja. We hebben een paar nieuwe sponsors erbij en die worden natuurlijk ook uitgenodigd aankomende week bij de nieuwjaarsreceptie. Ja, dus nieuwjaarsreceptie ook even voor de sponsoren. Ja. Kun je daar ook iets over zeggen? Ja, zondag vanaf 3 uur. Oké. Okay. En dan mogen de sponsoren uiteraard ook komen. Ja. Eigenlijk iedereen die VV Bijlen een warm hart toedraagt. Mooi, mooi. Dus. Ja, je bent heel duidelijk in je betoog. Ik denk dat je alles gezegd hebt. Ik ben alweer verdwaald hier in de achterhaal natuurlijk. Mooi. Dus, heb je nog een boodschap voor Midden Drenthe? Voor Midden Drenthe? Jee. Nee. Ja, of voor Bijlen, maar ook natuurlijk, want dat is je club. Nou ja, ik vind dat wij onder andere, we missen toch op heel veel dingen nog veel vrijwilligers. En er zijn ook wel heel veel mensen, dat is ook een ding wat je net ook bedoelde, waar ik ook wel eens wat van zeg. Ja. Dat je kunt wel wat roepen, maar dan vervolgens moet je er zelf ook wat aan willen doen. Ja. We hebben natuurlijk ons bestuur is verdwenen en de fusie ging niet door. Ja. En vervolgens hadden wij een vergadering voor een nieuwe bestuur, een ledenvergadering, en dan komt er maar 30, 40 man. Ja. En dat snap ik dan niet. Kijk, als je dan commentaar hebt, prima, dat is logisch, iedereen mag commentaar hebben. Mm-hmm. Maar dan vind ik dat je dan met zo'n, als een nieuw bestuur gekozen moet worden, moet je er ook zeker zijn. Ja, eens. Dus meer betrokkenheid verwacht je van, is jouw boodschap eigenlijk, dus dat we meer weer de vrijwilligers. Nou ja, ik vind, en dat is bij elke vereniging zo'n probleem hoor. Ja, zeker. Sonny Venema laatst bij Dwingelo, die zei dat bij Dwingelo is het niet zelden aan. Het is overal een, daarom doen we dat ook veel, omdat het wel... Maar je hebt bij ons ook, zie je, dat er gewoon heel veel, toch heel veel doen. Maar ook heel veel niet. Nee, wel eigenlijk commentaar, maar dan te weinig doen. Er zijn heel veel die noem maar Gert Oosting, die doet vrij veel. Ja, klopt. Bij de eerste zijn ze iemand nodig, hij doet het. Ja, dat is ook zo. Is leider bij 72, ook een bijlenhart, wat jij ook hebt. Wat dat betreft zijn jullie wel een beetje hetzelfde daarin. Nou, wij vonden elkaar vroeger niet altijd even leuk, maar wij hebben wel allebei hetzelfde. Ja, dat is de vereniging Bijlen. En dat is wel het mooiste, hè? Je hoeft niet elkaar altijd vrienden te zijn, maar wel dat je voor dezelfde club iets wilt neerzetten, ongeacht hoe je dat doet en welke functies ook. Nee, ik zei laatst Leonie Hunsen, die stond ook in achter de bar bij de jeugdsmarts. Ja, die staat er ook altijd. Altijd. Hans Bierema staat er altijd. Je hebt altijd dezelfde eigenlijk die er altijd staan. Ja. En hoe, ik vergeet nou natuurlijk ook mensen, maar... Dat valt mij gewoon op dat er heel veel mensen heel vaak zijn en heel veel mensen ook niet. Nee, klopt. Maar ja, goed, dat is je boodschap, mooi boodschap. Hey, ik wil je bedanken, het was leuk om jou in de auto te hebben. Dat was het, denk ik. Op Niels. Oké. Hey, dit was op Papa Niels. Tot de volgende keer. Ik ben eindelijk weer bij zijn huis gekomen. Ik heb een paar rondjes gedaan en achteraf, maar we zien het.
we zijn er weer. Hey, succes top. Met VV Bijlen en Robij. En jij ook. Ja, goed. Dankjewel, jongen. Top. Kalle man. Bye.